Vandaag heb ik weer een hele bijzondere gast bij mij in de studio. Haar naam is Mies Kloos en zij is een leraar. Een leraar van de biologische wetten. Ik denk, ja, als leven eeuwig is, ze hebben het over hiernamaals, maar wat dan over het hiervoormaals? Als leven eeuwig is, moet er ook een hiervoormaals zijn. In wezen vertellen de biologische wetten je dat de ziekten ontstaan, of eigenlijk ontstaan na een stressperiode. Dus erna, dus erna, niet erin. Nee. Het lichaam is al aan het genezen. Ja. Je hebt dus geen behandeling meer nodig. Het enige wat we moeten doen is dat genezingsproces niet storen. Café Weltschmerz wordt gecensureerd. Bekijk daarom de volledige aflevering op onze website en steun ons.